Dag dames en heren. Na de regen aan het begin van de maand kregen we een week met droog weer en flinke zonnige periode. De temperatuur liep geleidelijk op van 7 naar 13 graden en 's nachts werd het in Vlissingen niet kouder dan 3,2 graden. In Westdorpen heeft het woensdagochtend en donderdagochtend iets gevroren en dat was sinds 31 januari daar niet meer gebeurd. Vanochtend was er alleen wat sluierbewolking, zoals u op deze foto kunt zien. Vanmiddag werd de bewolking dikker en later viel er zelfs hier en daar wat lichte regen of motregen, maar de hoeveelheden waren gering. Het werd een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Op de weerkaart zien we een langgerekt hoge drukgebied van de Azoren via Midden-Europa naar Rusland. En een lage drukgebied op de Atlantische Oceaan. Het bijbehorende koufront ligt boven het westelijk deel van de Noordzee. Op de bijbehorende satellietfoto ziet u het mooie weer boven een groot deel van Europa en de bewolking boven het westelijk deel van de Noordzee. Let ook eens op de besneeuwde Pyreneeën en Alpen. Vannacht dan klaart het geleidelijk helemaal op en de minimumtemperatuur wordt een graad of 3. De wind draait naar oost tot noordoost en blijft meest matig. Morgen staat het weer onder invloed van een hoge drukgebied met het centrum boven het noorden van Duitsland. Het is droog en overwegend zonnig weer. De temperatuur loopt op naar circa 15 graden, maar aan de noordzijde van de Zeeuwse stromen, zoals hier op de boulevard in Vlissingen, zal de temperatuur wat lager blijven. Er waait een matige zuidoostelijke wind. Zondag werd met een zuidelijke wind nog wat warmere lucht aangevoerd. De temperatuur kan oplopen naar 17 tot 18 graden, maar bij aanvoer over water is de temperatuur uiteraard wat lager. Ook dan is het overwegend zonnig. Hoge drukgebieden blijven het weer voorlopig bepalen en dat betekent dat we vrij rustig, droog en ook vrij zonnig weer houden. Wel gaat de temperatuur omlaag naar een graad of 12, omdat de wind voornamelijk uit richtingen tussen noord en oost gaat waaien en 's nachts kan het zelfs hier en daar tot een graadje vorst aan de grond komen. Vorig jaar was het net als nu zacht voorjaarsweer, maar op 9 maart sloeg het weer om en toen volgde een lange periode van koud tot zeer koud weer die tot 12 april zou duren. Herhaaldelijk kwam het tot lichte en soms tot matige vorst en er viel ook regelmatig sneeuw. IJzig koud was ook de eerste week van maart 1971. Op 7 maart vroor het in Vlissingen 2,5 graad. Dat viel nog wel mee, maar in Capellebrug daalde de temperatuur tot min 10,9, strenge vorst dus, en in Wageningen werd min 18,7 gemeten en dat was toen een record. Maar dat record sneuvelde op 4 maart 2005, toen het in Marknesse in de Noordoostpolder min 20,7 werd. Ik wens u nog een prettig weekend en een goede week en tot volgende week.